Loralien, het is al een tijdje geleden dat je ontdekt werd door Patrick van de Wadijnen op de Badjes in Roeselaar. We zitten nu in Tielt. Hoe is het ermee trouwens? Met mij gaat het echt uitstekend. Wat men ook denkt of zegt of schrijft, laat ons maar zeggen. Wat schrijft men? Oh ja, zoveel. Hè. Ik heb ook geen zin om daar verder op blijven in te gaan. Ja. Maar het gaat echt heel goed. Ik heb een hele drukke zomer. Wij zijn nog altijd volop promotie aan het maken voor het album In Vuur en Vlam. Dus ja, ik ben een heel gelukkig meisje, feit. U zit nu met een nieuw boekingskantoor, nieuwe mensen rond u. Is dat anders werken? Ik heb eigenlijk tot nu toe nog altijd geen nieuwe manager of een boekingskantoor. Maar ik heb wel heel goed nieuws, want deze week komt daar verandering in. Maar ik weet niet in hoeverre ik het allemaal gelossen of niet. Laat ons zeggen, ik heb een nieuwe manager en boekingskantoor uiteindelijk gevonden. Zit trouwens Ilja hier rondlopen, vandaar? Ja, vandaar. Dus ik heb mijn thuisbasis teruggevonden, laat ons maar zeggen, na een jaartje toch wel zoeken. Ik ben heel goed opgevangen door Koen van de Bookings Agency. Die was zo'n beetje mijn interim, laat ons maar zeggen. En na lang zoeken heb ik mijn thuisbasis teruggevonden. Dus laten we zeggen dat er terug een nieuwe weg open gaat voor Lauralien. En dat ik nu toch iemand heb gevonden die volledig in Lauralien gelooft. En we hopen samen een hele mooie toekomst op te bouwen. Blijf je dezelfde weg opgaan? Laat ons zeggen, dus de stijl van In Vuur en Vlam? Of ga je andere dingen gaan doen? Nee, ik ga helemaal geen andere dingen gaan doen. We blijven verder doen zoals we nu bezig zijn. Vuur en Vlam, duizendmaal belogen, jij doet de wolken verdwijnen. En naar nieuwe nummers toe, dat blijft nog altijd zoeken. Het is helemaal niet gemakkelijk om in die stijl verder te gaan en maar altijd nieuwe nummers en nieuwe hits, laten we maar zeggen, te blijven vinden en zoeken. Maar ik geloof heel sterk in ons nieuw team, dus we gaan ervoor. Hè. Een nieuw album misschien binnenkort? Ja, ik denk dat het nu nog een beetje te vroeg is om van een nieuw album te spreken. Het is nog maar 3 maanden uit, maar volgend jaar komt er toch wel ongetwijfeld een nieuw album. Ja, als alles mag blijven lopen zoals het nu is. Want ik denk, als iedere artiest eerlijk durft toe te geven, dat iedereen dan ook wel weet dat de verkoop heel wat minder is dan 5 jaar terug. Dus, maar ik denk dat mensen die fan zijn van Schlagers toch nog altijd de mensen zijn die toch wel blijven kopen. Je ziet die mensen trouwens allemaal staan voor jou? Ja, dat is heel leuk om iedere keer opnieuw die mensen, die fans te zien staan, meezingen, meedansen, meebewegen. En dat is ook het teken dat, zeker wat Vlaams betreft, er echt wel een markt voor is. Het is niet Loralien die de zomerhit gewonnen heeft, hè? Nee, het is Ladyline. Er werd me heel veel gevraagd van, jij hebt toch de zomerhit gewonnen? Nee, het is Ladyline. Maar ik had het echt wel verwacht dat zij de zomerhit ging winnen. En ik wens het haar ook wel toe. Ik vind het fantastisch dat zij dat heeft gewonnen. Volgend jaar jij. Dat hoop ik.